Het ministerie van LVV heeft in het kader van de Dag der Agrariërs donaties gedaan aan enkele sociale instellingen. Ook is er een bloemenhulde gebracht aan het J. Kisaan Landbouwersmonument op de Kwatamarkt. De Dag der Agrariërs wordt jaarlijks op 8 oktober herdacht. LVV-minister Parmanan Seudin bracht dank uit aan de boeren voor hun bijdrage aan de ontwikkeling van de landbouwsector. Hij beloofde maatregelen te zullen treffen om de agrarische productie tot grotere hoogte te brengen. Ganesh Kumar Kanhai, voorzitter van de landbouwcoöperatie Kwata, gaf aan dat vanwege de COVID-19-pandemie en de klimaatverandering de problemen in de agrarische sector heel groot zijn. Desondanks lukte de agrariërs om de samenleving dagelijks te voorzien van vers voedsel. Ten slotte werd er een bezoek gebracht aan de stichting Kibrimi, waar minister Seudin de laatste donatie deed. LVV heeft de dag afgesloten middels het planten van een citrusplant bij iedere instelling.